Bootcapaciteit, excuus. Welkom allemaal. Iedereen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar, voor degene die ik nog niet gezien heb. We gaan eerst van start met een korte toelichting van de kant van Defensie. En volgens mij zou de heer De Jong als eerste het woord willen hebben. Ja, dank u voorzitter. Laat ik beginnen met mijn team voor te stellen. Generaal Ivo De Jong van de Landmacht is thans plaatsvervangend directeur Defensie Materieelorganisatie. Generaal-majoor André Steur, op dit moment directeur plannen bij de... ik moet er nog aan wennen, na al die reorganisaties. De DGB, directoraat-generaal beleid. Daar zocht ik naar. Mevrouw Kira Eikelboom, die werkt bij de hoofddirectie Finance en Control. En tot slot de kapitein-luitenant de zee Wilco Faber. Oud onderzeebootkapitein, commandant. Dus hij is de enige die er echt verstand van heeft. We willen deze briefing graag gebruiken om uw Kamer, uw commissie te verduidelijken, zeker te verdiepen, daar waar de B-brief daar aanleiding voor geeft. We doen het aan de hand van de PowerPoint-presentatie. Er is gevraagd om niet de brief te herhalen in PowerPoint. Dat hebben we ook getracht niet te doen. We zijn er niet helemaal aan ontkomen, maar we hebben ons uiterste best gedaan wat dat betreft. Er is één restrictie, er zit een commercieel vertrouwelijke bijlage bij. Daar kunnen we dus niet over spreken deze ochtend. Excuus voor het verder gaat, mevrouw dus, Baumeij. Dus daar kunnen we verder ook niet in beslotenheid over praten. Daar is nu dus ook niks voor voorbereid. Ja, ik kijk even naar de heer De Jong. Of dat eventueel zou kunnen, mochten daar nog vragen zijn om dat besloten eventueel te doen aan het eind? Voorzitter, ik doe anders wel voorstel, want ik denk dat een uur is wel relatief inderdaad kort. Dat we er even op letten dat bij het AO, dat we dat dan inbouwen, zodat we er rekening mee houden dat er vragen over gesteld kunnen worden. Gaat u verder, meneer De Jong. Sorry, een toelichting op de verschillen tussen enkelvoudige aanbesteding en aanbesteding in concurrentie. Waar heb je dat ding? Dat is goed. Dan de inhoud van deze briefing, die kunt u hier zien. Ik zal heel kort even ingaan op het DNP-proces, maar ik mag genoegzaam aannemen dat dat bekend is. Dan zal de generaal-majoor Steur iets over de veiligheidscontext zeggen. Ik zelf zal iets over de defensie-industrie-strategie zeggen en de verwervingsstrategie. En dan de uitkomsten van de B-fase, die zullen door de generaal-majoor De Jong en de overste Faber besproken worden. En dan sluiten we af met een kijk vooruit naar de D-fase van dit programma. Dan de DNP. Nogmaals, u kent die fasering uiteraard. In de A-fase is in 2017 afgerond en we zitten dus nu aan het einde van de B-fase. Die B-fase is gebruikt om te kijken hoeveel onderzeeboten we nodig hebben, welke variant aan onderzeeboten we nodig hebben, welke OEM's, oftewel de Original Equipment Manufacturer, daarvoor in aanmerking komen en welke verwervingsstrategie we gaan doen. Dat zijn de vier elementen van deze fase. Wat u kunt zien is dat de C-fase slaan wij over, omdat we geen ontwikkeling gaan doen. Het streven is om een MOT, Military Off-the-Shelf, onderzeeboot te kopen, die uiterlijk raad wel wat aangepast zal moeten gaan worden, maar het uitgangspunt is een bestaande onderzeeboot. En dan tot slot de D-fase. Dan zitten wij inmiddels in. De afronding van de D-fase is voorzien in 2022. Met het ondertekenen van een contract.
Tot zover het DNP. Dan zou ik graag het woord willen geven aan de generaal-majoor Steur voor de veiligheidscontext. Ja, dank u wel, voorzitter. Om daar kort bij stil te staan, staat eigenlijk de implicaties van die veranderende veiligheidscontext staan ook opgetekend in de A-brief van 2017. En we zien eigenlijk dat het beeld dat daarin is opgetekend bevestigd is in onder meer de geïntegreerde buitenlandse veiligheidsstrategie van 2018-2022. Bekrachtigd in de Defensienota 2018 en ook nog eens een keer in de Nationale Veiligheidsstrategie van het NCTV. En eigenlijk zien we sinds het uitkomen van die documenten dat de wereld niet echt veiliger op is geworden. Als we de ontwikkelingen zien in het Midden-Oosten, als we de assertieve rol van Rusland zien, positie van de Verenigde Staten, Brexit, dan leidt dat beeld eigenlijk tot een nog diffusere en onzekere wereld. En in die context is misschien de behoefte nog pregnanter dan zoals die al staat opgetekend in de A-brief. En in deze diffuse en onzekere wereld heeft Nederland een grondwettelijke taak. Niet alleen om het eigen, maar ook het bondgenootschappelijk grondgebied te beschermen. Een van de hoofdtaken. En de onderzeebootcapaciteit speelt daarin een cruciale rol. En ik denk dat het niet alleen een veiligheidsdiscussie is, maar dat het ook een economische discussie is. Ik denk dat Nederland met een open economie alle baat heeft bij vrij verkeer van goederen. Zorgen dat de sea lines of communication gevrijwaard blijven van vijandelijk opereren. En dat vooral Nederland ook daarin als maritiem land en als handelsland een belangrijke maritieme rol heeft. En dat is niet alleen een nationale rol, maar dat is ook een rol die wij op ons hebben genomen en moeten nemen binnen de NAVO en in de EU. En je ziet ook van zowel de NAVO als vanuit de EU dat het belang van de maritieme capaciteit en maritieme vermogen tot op het hoogste geweldsniveau, want daar praten we over als we het over een onderzeeboot hebben, van belang zijn. Ik denk dat onderzeeboten daar een cruciale rol in spelen om uitvoering te geven aan deze strategische taak. Nogmaals, dat wordt onderstreept door bijvoorbeeld het Capability Plan binnen de Europese Defensieagentschap. Maar het is ook een target dat Nederland binnen de NAVO heeft. Omdat binnen de NAVO en de EU tekorten zijn op het gebied van onderzeebootbestrijding, maar ook het inwinnen van inlichtingen, wat wij noemen intelligence, surveillance en reconnaissance. En als je kijkt naar de gebieden waarin de onderzeeboot moet kunnen opereren, dan betreft dat met name de Noord-Atlantische Oceaan, het Caribisch gebied, de Arctische en de Oostzee, de Middellandse Zee en de Indiase Oceaan en de Zuid-Chinese Zee. En in steeds meer van deze gebieden zie je eigenlijk een situatie ontstaan dat het niet noodzakelijkwijs altijd zo is dat Nederland of de coalitie vrijheid van handel heeft in die wateren. We spreken dan van anti-access area denial. En de kracht van de onderzeeboot is eigenlijk het zien zonder gezien te worden en het opereren zonder gezien te worden. Dus ook in die gebieden waar niet noodzakelijkwijs het bondgenootschap het voor het zeg heeft, kun je met een onderzeeboot opereren en kun je daar militaire effecten bewerkstelligen, dan wel informatie inwinnen. Een ander aspect is dat we met een onderzeebootcapaciteit ook andere militaire capaciteiten in een gebied, ook al zou daar sprake zijn van anti-access area denial, special forces in het gebied kunnen worden gebracht, die daar weer een inlichtingenfunctie kunnen hebben, dan wel gevechtsacties kunnen plegen. Maar niet in de laatste plaats spreken we ook over onderzeebootbestrijding. Als we kijken naar de proliferatie van onderzeeboten, dan is dat geen sinecure dat zowel binnen de NAVO als binnen de EU wordt gesteld dat er een tekort is aan deze capaciteit. En nogmaals, Nederland heeft daar dus ook een verplichting van binnen het NAVO-verband. Het is een capability target voor Nederland. Dan zijn er nog twee vragen die gesteld zijn en die ook zojuist door de heer De Jong zijn opgesteld. Dat ging over de magnetische technologie die China lijkt te ontwikkelen en wat het gevaar daar dan van is. Ik denk dat altijd sprake is van een wapenwedloop. We zien dat ook in bijvoorbeeld het F-35 dossier, stelteigenschappen, wat doet een vijand daar. Dus dat zal altijd een race worden tegen elkaar. Maar ik denk dat we daar als Nederland en ook binnen de coalitie heel goed beslagen te ijs komen. Mede gesteund door industrie, maar ook door TNO, die daar onderzoek naar doet. En dat je zult zien dat dit soort capaciteiten altijd een voordeel hebben boven de overt capaciteiten die zichtbaar zijn.
Dus dat blijft altijd een punt van aandacht als je het over dit soort capaciteiten hebt. En daar hebben wij ook de kennis voor in huis, zoals gezegd, onder andere bij TNO, om daar slim op te blijven en de voorsprong te behouden. Een andere vraag die gesteld was, wat de inlichtingenfunctie van onderzee is niet minder relevant door investeringen in de inlichtingenverwerving via het ruimtedomein. Nou, nogmaals, ik denk dat de kracht van een onderzeeboot is dat hij ergens kan zijn, daar heel langdurig kan zijn zonder dat de vijand weet dat hij daar is. Als je het over ruimtevaartprogramma's hebt, dan zijn er programma's die online available zijn, waarin je kunt kijken naar banen van satellieten, waarin je dus ook precies weet wanneer een overflight van een satelliet is en je juist op dat moment dus ervoor kunt zorgen dat er geen activiteiten plaatsvinden. Het grote voordeel van een onderzeeboot is, die kan ergens onder de kust liggen, langdurig. Die kan daar informatie vergaren zonder dat iemand het weet. Die kan daar pattern of life registreren met diverse sensoren. Die kan daar soft forces aan land zetten om eventueel activiteiten te plegen. En al die informatie die kunnen vervolgens ook aan boord van de boot verwerkt worden om vervolgens andere activiteiten te ontplooien. Dus absoluut is hier geen sprake van een verminderde relevantie van een onderzeebootcapaciteit omdat er ook andere capaciteiten zijn. Het gaat om complementariteit, maar de uniciteit van de onderzeeboot zit hem in het ongezien langdurig aanwezig kunnen zijn in eigenlijk ieder gebied. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan was volgens mij het woord aan de heer De Jong weer. Ja, ik zal het weer overnemen met de defensie-industrie-strategie. Ik start met een citaat uit die strategie. De wereld verandert en het is van belang dat Nederland zich kan blijven beschermen tegen alle bestaande en nieuwe dreigingen. Internationale samenwerking is hierin van groot belang. Maar Nederland moet ook zelfstandig kunnen beschikken over kennis en capaciteiten om de nationale veiligheidsbelangen zeker te stellen en een geloofwaardige partner te zijn in de internationale samenwerkingsverbonden. Einde citaat. Bij een strategisch wapensysteem als een onderzeeër dient het in de eerste plaats te gaan om het borgen van de nationale veiligheidsbelang en de strategische autonomie. Dit is van belang om blijven te beschikken over relevante kennis en daarmee de onderzeeboten gedurende de gehele levensduur zelfstandig te kunnen inzetten en te onderhouden. Bij de inrichting van de vervolgfase dienen deze factoren leidend te zijn. Nederland moet niet zelf in staat zijn om in de lijn van het eerste hoofdtaak van de krijgsmacht de nationale veiligheid te garanderen, dan wel daartoe een bijdrage te leveren, de verdediging van de eigen en bondgenootschappelijke grondgebied. Een zekere mate van strategische autonomie in het uitvoeren van operaties gedurende de levensduur van het nieuwe wapensysteem vormt in de volgende projectfase dan ook een belangrijk aspect in de verwerving van de vervangende onderzeeboot. Nederland kan zich niet veroorloven door de politieke doelen die er zijn, die uitsluitend te bereiken, volledig afhankelijk te zijn en daarbij volledig afhankelijk te zijn van andere landen en of van buitenlandse industrie. Het is van belang te onderkennen dat die strategische autonomie waarover we praten niet betekent per definitie dat we zelf al die kennis in huis moeten hebben. Het moet beschikbaar zijn. Dat is de essentie van het verhaal. Nederland beschikt niet over een eigen onderzeebootindustrie. En dat is het wezenlijke verschil met de oppervlakteschepen waarvoor het Combat Support Ship en de vervanging van de M-fregatten een single source verwervingsstrategie is gekozen. Dat is duidelijk een andere strategie gekozen dan in dit geval van de onderzeeboten. Alleen even duidelijk de vraag. Ja, u heeft het over beschikbaar hebben van de informatie of moeten we eigenaar zijn van de informatie? Nee, het moet beschikbaar zijn. Moet beschikbaar zijn. We hoeven niet per definitie eigenaar te zijn. Ja. Gaat u verder? Dan ga ik verder met de verwervingsstrategie. Het project vervanging onderzeeboten wordt een beroep gedaan op het zogenaamde artikel 346. Dat is een uitzonderingsbepaling van de Europese aanbestedingsregels. En dat doen we vanwege de bescherming van de wezenlijke belangen van de nationale veiligheid opnieuw. Onder meer door het stellen van vergaande eisen op het gebied van informatieoverdracht, beveiliging, bevoorradingszekerheid om het voortzettingsvermogen van de onderzeeboten te kunnen borgen. De keuze voor de toepassing van artikel 346 betekent niet per definitie, en die fout wordt er nog wel eens gemaakt, dat het ook een keuze betekent voor single source aanbesteden. Defensie heeft besloten concurrentiestelling omdat dit Defensie in staat stelt om in een dialoog
met kandidaat werven meer informatie uit de markt te krijgen en zodoende de beste prijs-kwaliteitverhouding en de meest gunstige contractvoorwaarden af te kunnen dwingen. Door concurrentiestelling krijgt Defensie een beter beeld van hetgeen realistisch gezien haalbaar is in de markt op product, tijd en geld. Evenals de borging van de wezenlijke belangen van de nationale veiligheid. Tevens is Defensie hierdoor in staat de risico's voor product, tijd en geld beter te beheersen. Defensie verstevigt zo haar onderhandelingspositie door in concurrentie versneld een steviger informatie- en kennispositie op te bouwen en in een meer evenwichtige relatie het contract met de winnende kandidaat werf te kunnen afsluiten. Dan gaan we over naar het proces van de B-fase en dan zou ik graag het woord aan de generaal-majoor de Jong willen geven. Ja, dank u wel. Ik neem u inderdaad mee naar de B-fase. Die is formeel begonnen na het AO-materieel van 4 juli 2017, toen u de A-brief behandeld heeft. Die B-fase die is stapsgewijs uitgevoerd en dat ziet u op deze wijze afgebeeld. We noemen dat in de volksmond de trechter. We hebben die trechter gebruikt als proces ter ondersteuning van onze interne besluitvorming bij Defensie. Ik neem u aan de hand van deze slide, neem ik u even mee. We zijn bovenaan begonnen vanuit een heel breed perspectief en het eerste wat we gedaan hebben is de behoefte aanscherpen en we zijn nu aan het eind dus onderaan bij de besluitvorming over de B-fase. En via die trechtering is in de afgelopen onderzoeksfase een keuze gemaakt voor een bepaalde subvariant onder zeeboten en ook een downselectie van de werven en ik zal die allebei toelichten. In de allereerste stap, helemaal bovenaan de verkenning, zijn concepten van mogelijke varianten beoordeeld op hun haalbaarheid. Niet haalbare concepten gingen niet door de zogenaamde haalbaarheidspoort heen en zijn dus ook niet verder in beschouwing genomen. De alternatieve variant, u ziet ze in het midden, twee alternatieve varianten zijn niet haalbaar gebleken. Dat is de basis van dat besluit, zijn onderzoeken uitgevoerd door TNO geweest. Uitkomst op hoofdlijnen waren dat de onbemande onderzeeboot technologisch gewoon, mocht die ooit haalbaar zijn, niet tijdig is voor de opvolging van de huidige walrusklasse. En dat de niet-onderzeeboot variant, dus de invulling met andere capaciteiten, het samenstel daarvan, dermate technologisch ingewikkeld was en dermate duur was, dat het ook geen haalbare optie was. Die twee zijn dus afgevallen. We zijn dus doorgegaan in de B-fase met alleen de bemande variant en de zogenaamde nul-variant. Die laatste dat was eigenlijk een puur methodologisch onderzoek om te bezien hoeveel budget er zou vrijvallen als we na 2027 niet meer over onderzeebootcapaciteit zouden beschikken. In de Defensienota 2018 is eigenlijk onder dit deel van het proces een streep gezet en is u aan uw Kamer aangekondigd dat we dus alleen nog maar doorgaan met de bemande B-variant. Dan zijn we dus aan het onderste deel en ook het meest ingewikkelde deel. Dat is waar we de afgelopen anderhalf jaar druk mee bezig geweest zijn. Twee sporen. Aan de ene kant hebben we zijn de subvarianten van de bemande onderzeeboot. En ik ga het vanaf nu variant noemen om het niet helemaal ingewikkeld te maken. Zijn de verschillende varianten onderling vergeleken door een kwantitatieve kostenbatenanalyse in combinatie met een kwalitatieve afweging. En onder andere aspecten als internationale samenwerking zijn daarbij aan bod gekomen. U ziet dat aan de linkerkant van de slide. Uit deze vergelijking volgt nu dus een keuze voor één variant onderzeeboot en het aantal te verwerven onderzeeboot. En dit uiteraard toch in het licht van de budgettaire mogelijkheden en de veiligheidssituatie zoals die net aan mijn rechterzijde is geschetst. En op het verschil tussen de diverse varianten en het aantal gaat collega Faber hierna meer in detail in. Tegelijkertijd, en dat ziet u aan de rechterkant, hebben we onderzoek gericht naar wat zo mooi heet de OEM's, de Original Equipment Manufacturer, zeg maar werven van de diverse die de mogelijk gewenste onderzeeboot kunnen leveren en eventueel kunnen onderhouden. En uit dit onderzoek is de shortlist van werven gevolgd waar we na deze fase mee verder willen. Gedurende het proces hebben we drie zogenaamde Request for Information rondes gehad, uitgebreide informatiesessies met de werven en zijn de werven ook bezocht. Er is onder andere gekeken naar referentieprojecten, risicobeheersplannen, de wijze waarop industriële participatie mogelijk is. Dat natuurlijk uiteraard in nauwe samenwerking met EZK. En is nog aanvullend bezien mogelijk invulling kan worden gegeven aan aspecten uit de DIS, zoals collega de Jong dat net aangaf. Dat onderzoek heeft geresulteerd in een shortlist van drie werven waar we na de B-fase mee verder willen. Bij deze werfselectie die begonnen is met vier werven. Is de Spaanse werf Navantia heeft aangegeven dat die te weinig kan afwijken van een door hun aangeboden military off-the-shelf onderzeebootconcept, wat ze in een RIV 1 fase hebben aangegeven.
En dat is voor ons onvoldoende basis om op door te bouwen in de B-fase. En daarom is aan Avantia aangegeven dat zij dus wat ons betreft niet langer deelnemen aan het vervolg, aan de D-fase. Dat is meegedeeld in een brief in december. Daar hebben wij een brief op teruggekregen. En ik kan u meedelen dat als antwoord op die brief inmiddels een brief terug is naar Avantia, waarbij wij toezeggen dat wij op zeer korte termijn mondeling hen zullen informeren over de achterliggende redenen waarom ze zijn afgewezen. Gedurende de B-fase hebben we natuurlijk ook extern mee laten kijken. De externe toetsing. We hebben uiteraard de conclusies van de klankbordgroep, die vooral in de A-fase heel erg actief geweest is, meegenomen in de B-fase. Er is een interdepartementale coördinatiegroep zeer actief geweest en heeft meegekeken. En uiteraard de Audit-dienst Rijk heeft bij alle stappen van het proces intensief meegekeken. Kortom, samengevat, een zeer uitgebreide, wat ons betreft zeer zorgvuldige B-fase vanaf medio 2017 met als uitkomst 4 boten van het variant B. Waarna ik het woord geef aan collega Faber om de varianten toe te lichten. Zoals gesteld in de B-brief voldoet variant A het beste aan de geambieerde behoeften, maar heeft deze variant een te hoog levensduurkosten. Deze variant valt met de gewenste vlootomvang van 4 eenheden buiten het beschikbare budget. De gekozen variant B valt wel binnen het beschikbare levensduurkostenbudget en voldoet aan de inzetambitie van Defensie. Variant B is een long-range, veelzijdig inzetbare, conventioneel voortgestuurde onderzeeboot met acceptabele compromissen ten opzichte van de geambieerde behoeften. Namelijk, ten opzichte van variant A heeft variant B een kleinere torpedo-opslagruimte die minder flexibiliteit biedt, maar voldoende is om meerdere missietypes gedurende een inzet te ondersteunen. De slagkracht van variant B is goed. De kleine romp, zo'n 10-25% kleiner ten opzichte van variant A, beperkt de bemanningsgrootte, sensorcapaciteit en het bereik. Door het kleinere formaat is ook opslagcapaciteit, zowel binnen als ook buitenboord, voor special forces operaties beperkter. Echter, het operatieconcept van de maritieme special forces kunnen blijvend worden uitgevoerd. Ook is er minder ruimte voor onderwatersensoren, werkruimte en accommodatie aan boord. Deze laatste twee zijn met name bepalend voor het aantal specialisten wat aan de bemanning kan worden toegevoegd. Dit beïnvloedt onder andere de mate waarin kan worden bijgedragen aan geïntegreerd optreden met de maritieme taakgroep, maar ook de technische zelfredzaamheid bij storingen aan boord. Mitigerende maatregelen op dit vlak zijn een bepaalde hoeveelheid automatisering en kunstmatige intelligentie. Variant B heeft goede capaciteiten voor expeditionaire inzet in termen van bereik en logistieke onafhankelijkheid. De strategische heimelijkheid, oftewel het onopgemerkt bereiken en verlaten van een missiegebied, voldoet daarmee aan de ambitie. Deze variant is zowel inzetbaar binnen het NAVO-verdragsgebied als ook voor de verdere bereikende Nederlandse belangen. Variant B heeft voldoende tot goede mogelijkheden, flexibiliteit en ruimte voor eventuele toekomstige aanpassingen, zodat ook bijvoorbeeld moderniseringsprogramma ingepast kunnen worden. De huidige inzetdoelstelling van de Walrus, klasse onderzeeboten, verandert in beginsel niet met de vervanging door nieuwe boten. Deze inzetdoelstelling betreft de gelijktijdige inzet van 2 onderzeeboten. 1 voor een langdurige inzet en 1 voor een kortdurende inzet. De langdurige inzet vergt in totaal 4 boten, de zogenaamde vierslag. Op enig moment hebben we 1 boot op missie, 1 boot is aan het opwerken voor die missie, een derde boot is in recuperatie en een vierde ligt voor lang onderhoud. Binnen deze vierslag kan ook invulling worden gegeven aan de andere opdrachten, zoals internationale oefeningen. Op grond hiervan is gekozen om de verwerkingsvoorbereiding uit te voeren met 4 eenheden. Het beschikbare budget is daarop aangepast en vastgesteld als taakstellend budget.
zoals vertrouwd in de commerciële vertrouwelijke bijlage. Dat was het wat u betreft? Of... Nee? Nou, ja, ik mag Jan de Jong nog eens afronden. Ik rond af en we gaan hopelijk verder met de D-fase nadat u de parlementaire behandeling heeft gehad over de B-fase. Wat gaan we dan daarna doen? Die D-fase die moet eindigen met het tekenen van een contract, bij voorkeur in 2022, zodat we in 2028 kunnen beginnen met het ingebruik nemen van de nieuwe onderzeeboten. Die fase die blijft uiteraard vallen onder de regeling grote projecten, zodat u tussentijds ook kunt worden geïnformeerd. En we hebben uiteraard gesprekken met de ADR over toezicht gedurende de D-fase, zoals ze dat ook tijdens de B-fase hebben gedaan. Daarnaast is er inmiddels het voornemen om een zogenaamde ministeriële commissie in te richten, vermoedelijk onder voorzitterschap van de minister-president. En die ministeriële commissie krijgt een hoogambtelijke commissie als voorportaal. Kortom, er wordt goed meegekeken met wat wij gaan doen. In de komende periode gaan we het programma van eisen verder uitwerken. Voor uw beeld, dat is een boekwerk, kan ik wel zeggen, van honderden pagina's. Dus dat is niet even een documentje wat je even kunt zien. Dat is echt honderden pagina's aan eisen en die we hebben opgesteld. En wij denken dat een dialoog met concurrentie met de werven daar de ruimte voor biedt om dat programma van eisen goed aan te scherpen. Zodat we uiteindelijk een optimaal en betaalbaar programma kunnen neerleggen voor de nieuwe onderzeeboten. We gaan uiteraard tegelijkertijd de verwervingsvoorbereiding helemaal afronden. We gaan knock-out criteria, gunningseisen, wegingsfactoren vaststellen om uiteindelijk een gewogen besluit te kunnen nemen aan het einde van die D-fase. En daarbij is het nadrukkelijk meer dan wat wel eens gezegd wordt, de beste boot voor de beste prijs. We kijken echt naar de hele levensduur van de schepen, de wijze waarop die in die periode kunnen worden onderhouden. En de mogelijkheden om in die periode ook nog aanpassingen en veranderingen aan die boot te kunnen doen. En de wijze of de invulling die wij krijgen van het delen van technologische kennis met de Nederlandse Defensie en ook de Nederlandse Defensie-industrie. Dat betekent dat we intensieve gesprekken met de drie werven moeten gaan voeren. Van groot belang de invulling van de DIS al gememoreerd. En we moeten uiteraard afspraken vast gaan leggen. En als dat, we gaan in primair in gesprek met de werven. Maar uiteraard zal dat ook een gesprek met de desbetreffende overheid van die desbetreffende werven betekenen. We hebben veel aandacht voor de exploitatiefase gehad, al in de B-fase, dat wordt in de D-fase niet anders. We blijven die levensduurkosten analyseren en we kijken nadrukkelijk in hoeverre de markt gaat participeren in het onderhoud. We gaan ervan uit dat Den Helder de thuisbasis blijft van de onderzeeboot en dat ook de directie materiële instandhouding van de marine een rol zal blijven spelen bij het onderhoud van de onderzeeboten. En het, zoals gezegd, het uiteindelijke besluit naar verwachting in 2022 voorgelegd aan het kabinet en uiteraard de Kamer. Dank u wel. Dat was het laatste van de presentatie. Dan gaan we over naar de vragen van de commissie. Ik wilde voorstellen om twee per Kamerlid te doen. En dat we eerst even het hele rondje doen dat u even meeschrijft en dat we dan ook de beantwoording in één keer kunnen doen. De heer Bosman van de VVD. Ja, dank. Dank voor uw informatie. Ja, de proliferatie is helder. Als je ziet wat de Russen en de Chinezen allemaal aan het doen zijn, de Amerikanen, op onderzeebootgebied is dat flink. En dan ben ik toch aan het zoeken naar hoe gaan wij ervoor zorgen dat we zometeen onderzeebootcapaciteit hebben die voor de komende 30 jaar die proliferatie ook aan kan. En dan kijk ik toch even naar de varianten. En dan wordt er gekozen voor de B-variant op basis dat het eigenlijk wel voldoet en past binnen het budget. Maar dan zeg ik ook van ja, maar is... Passen wij nu een boot binnen het budget of hebben wij eigenlijk een betere boot voor ogen die beter zijn taak kan doen? Maar dan moeten we praten over het budget, want dat is de vraag die ik regelmatig stel. Maar goed, dat zal ik aan de politiek moeten vragen. Maar in principe, het een volgt het ander. En als we dat verkeerd omdoen, dan zitten we klem. Maar welke variant levert de grootste economische baten op voor Nederland? De grootste bijdrage aan de versterking van het Nederlandse marinebouwklusser is één vraag. De andere is... als we de B-variant gebruiken, want dan praten we over een forward operating base. In hoeverre is dan de stealth capability dan nog wel nuttig, omdat je weet van nou, hij moet daar of ergens in de buurt zijn? Dank u wel. Dan is het woord mevrouw Belhaai van D66. Ja, voorzitter, dank. Dank ook voor de toelichting. Als senior van deze commissie die de aanvang van dit debat heeft meegemaakt, vind ik het mooi. Het duurde even om nu uiteindelijk in de B-fase te zitten. Mijn eerste vraag sluit eigenlijk aan bij de vraag van de heer Bosman.
Als in de toelichting wordt aangegeven dat het belang van deze onderzeebootcapaciteit hem juist ook zit om langdurig heimelijke operaties te kunnen doen, dan begrijp ik niet waarom we dan ervoor kiezen om notabene een compromis te sluiten op het feit dat die de lange afstanden, zoals die ook beschreven zijn in de presentatie, mogelijkerwijs inderdaad met die forward operation base zou moeten voldoen. Want het punt is dan, dan moet hij naar boven en dan moet hij dan ergens zijn. En dan weet volgens mij iedereen, ah, de Nederlanders zijn onderweg. Hè? En volgens mij is dat nu juist niet de bedoeling. Dus ik zou graag iets meer willen weten over inderdaad dat aspect. Evenals dat inderdaad in de brief wordt aangegeven dat er wat acceptabele compromissen zijn gesloten. Maar voor mij eigenlijk nu niet duidelijk is wat er dan zo acceptabel aan is. Hè? Want ook de Special Forces wordt in de inleiding aangeduid als een heel belangrijk onderdeel daarvan. En tegelijkertijd wordt er aangegeven dat er beperkingen zijn. En dan denk ik, ja, beperkingen, hoe moet ik me dat dan precies voor me zien om daar op aan te sluiten? En voorzitter, dan mijn tweede vraag. Die gaat heel erg over met veel creativiteit. Ja, heel veel creativiteit. Over onder andere de verwijzing die wordt gedaan naar de JSF en de lessons learned in de brief, waarvan ik dacht, ja, dat is een totaal ander project, waardoor ik me eigenlijk zorgen maakte als we alleen daar ons lessen van leren, in welke mate zijn we dan bezig met de problemen die eraan kunnen komen. En één daarvan is mijn vraag die betrekking heeft op het wijzigingenbeheer. Want er op een gegeven moment dan moet er natuurlijk gekeken worden van, nou, klopt het allemaal op de tekening? Dan gaan die ingenieurs aan de slag, dan wordt het in elkaar gezet en dan blijkt dat of het niet klopt op papier of het klopt niet zoals het in elkaar is gezet. En dat zijn kleine elementen, maar dat zijn wel net aspecten die ervoor kunnen zorgen dat er een uitloop kan zijn van het project en een gigantische verhoging dus ook van de kosten. Dus wellicht kunnen jullie iets meer aangeven over over dat wijzigingenbeheer. Dank u wel. Dan de heer Voordewit van de ChristenUnie. Even aansluitend op wat de heer Bosman ook net al een beetje vroeg, als het gaat om strategisch bezit of beschikbaarheid van die innovatieve kennis. Hè, kan er nog eens op in worden gegaan wat er nou precies het verschil tussen die beide zijn? Want het kan toch niet zo zijn op het moment dat wij technisch ownership hebben, dat wij afhankelijk zijn van Duitsland of van Frankrijk als het gaat om het onderhoud, vooral in tijden van nood. Dat we sterk afhankelijk van hun zijn en dat we het zelf niet zouden kunnen doen. Hè. Dus hoe kan Nederland nou een evenwichtige en gelijkwaardige positie innemen ten opzichte van de partners of de tegenpartijen, Duitsland, Frankrijk? Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Helfert van het CDA. Ja, dank u wel voor de toelichting. In het kader van de consolidatie van de Europese, misschien Noord-Europese marinebouw, is het van belang dat Nederland een goede uitgangspositie heeft en zich ook verwerft. En dat kan ook door een goede keuze bij de aanschaf van deze onderzeeboten. We hebben als CDA gezegd, de Gouden Driehoek, de Nederlandse Gouden Driehoek, vinden we daarin heel, heel belangrijk. De inbreng daarvan en de duurzame inbreng daarvan. Alle drie de leveranciers die nog overblijven pretenderen buitengewoon veel Nederlandse inbreng te hebben. En hoe is er al bekend wie van die drie dat nu het meeste doet, kunt u daar wat van zeggen. Dus wie heeft de meeste contacten met de Nederlandse bedrijven? Waar worden de meeste Nederlandse bestellingen gedaan? Waar blijft de meeste kennis in Nederland? En zo nee, waar in die volgende fase, wat moeten we dan vragen in die volgende fase, als dat nog niet duidelijk genoeg is, hoe we daar dan wel achter komen? Omdat we het juist belangrijk vinden dat we de meeste blijvende duurzame kennis, kunde en vaardigheden in de Nederlandse Gouden Driehoek houden. Dank u wel. Dan spoort aan mevrouw Dix van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Excuus dat ik wat later was. Ja, dat loopt soms zo. Maar toen ik eenmaal zei dat ik naar een technische briefing over onderzeeboten moest, toen had iedereen begrip voor mijn snelle vertrek bij die andere vergadering. Toen mocht ik even duiken, ja. Dus ik heb niet alles meegekregen, maar wel een goede handout gekregen waar denk ik ook wel wat vragen in beantwoord worden al. Wij mochten ook als commissie, of konden als commissie, enkele vragen indienen die specifiek aan de orde zouden kunnen komen vanmiddag. En dat hebben wij ook gedaan en ik weet dus niet of dat aan de orde is geweest. Ik heb daarom twee vragen nog. De eerste is, er zijn natuurlijk ook allerlei ontwikkelingen in de ruimte, om het maar even zo wijds
te benoemen. Die hebben ook alleszins te maken met de detectie eventueel van onderzeeboten. Misschien bent u daarop ingegaan, maar zo niet, dan zou ik daar graag wat meer informatie over willen. En wat betekent dat dus voor de ontwikkeling van onderzeeboten? En wat betekent dat ook voor de detectie en het nut, als ik het nog even in die term mag zeggen, van het hebben van onderzeeboten? Een andere vraag die ik heb is... Het is natuurlijk zo dat een groot aantal landen nog bezig is met het ontwikkelen van onderzeeboten, dan wel al hypermoderne onderzeeboten heeft. Daaruit volgt dat er nog dat ook die landen uitgaan van een zekere levensduur van deze onderzeeboten. We weten natuurlijk ook dat er allerlei ontwikkelingen zijn om met name de stealthfunctie van onderzeeboten te ondermijnen. Bijvoorbeeld de Chinezen die Squid-technologie ontwikkelen. Waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat wij misschien met elkaar heel veel geld gaan uitgeven aan onderzeeboten om er op te korte termijn achter te komen dat ze niet zo onzichtbaar zijn als dat wij hadden gehoopt. En dat onderzeeboten in die zin qua innovatie misschien eigenlijk niet het eind van hun levensduur halen. Zou u daar wat over kunnen zeggen? Dank u wel. Kijk ik allereerst even naar de heer De Jong, hoe hij de verdeling van de beantwoording wil gaan doen, of het allemaal zelf wil gaan doen. Dat mag ook. De heer De Jong. Voorzitter, ik ga het niet allemaal zelf doen. Ik stel voor dat we starten met de operationeel getinte vragen die door de Kamerleden gesteld zijn. En dan ook vragen aan de generaal-majoor Steur. Ja, die eerste vraag betrof een vraag van de heer Bosman. Ja. U gaf zelf al aan dat dat enigszins een politieke vraag betreft. Maar ik zal er naar eer en geweten een antwoord op geven. Ik denk dat Defensie altijd te maken heeft met een budgettaire werkelijkheid. Maar waar het ons in de kern om gaat, is dat we een bepaalde rol te hebben vervullen. Niet alleen nationaal, maar ook binnen de NAVO en binnen de EU-context. Daar hoort een geambieerd ambitieniveau bij. En dat is leidend geweest voor deze behoeftestelling. En daarbij is niet een vooraf vastgesteld budget alleen maar leidend geweest. Want zoals u heeft kunnen lezen, hebben we uiteindelijk ook de keuze gemaakt om extra budget toe te passen om uiteindelijk van 3 naar 4 onderzeeboten te gaan. Dus het gaat ons wel degelijk om de capaciteit en om de beste boot voor onze jongens en meisjes in uniform. Om invulling te geven aan die taken. In dit geval subvariant B voldoet daaraan. Dan de vraag van de heer Bosman ook en ook eigenlijk van mevrouw Belhaai over de beperkingen die een eventuele Forward Operating Base oplevert. Met de walrusgebruik maken we ook gebruik van een Forward Operating Base, dus dat is niet iets nieuws voor deze onderzeebootcapaciteit. En ik denk, afhankelijk van het scenario, dat iedere onderzeeboot op enig moment gebruik zou moeten maken van een off-forward operating base. Al is het alleen maar om de stocks aan te vullen en dat soort zaken. Maar u stelde, mevrouw Belhaai, ook van de Nederlanders zijn onderweg. Soms is dat ook gewoon een heel goed signaal. Maar het betekent niet noodzakelijkerwijs dat een forward operating base ook heel dicht in de buurt ligt bij het inzetgebied. Dus het kan al een signaal zijn als een onderzeeër Den Helder verlaat over... En zonder iets te zeggen over wat daar gaat gebeuren. Die zal vervolgens ergens een forward operating base aandoen. En dan verdwijnt die. En daar begint eigenlijk het spel. En dat is denk ik ook de belangrijke rol van een onderzeeboot. Want ook dat stukje deterrence, dat je weet dat een onderzeeboot op pad is, maar je hebt geen idee waar die zich bevindt. Of die zich in het theater west, oost, noord of zuid bevindt. Dat daar juist een kracht van uitgaat. Dus die forward operating base speelt daar eigenlijk geen hele cruciale rol in. Verhelderende vraag van mevrouw Belhaai. Ja. Dus helder, maar dan zegt u eigenlijk de huidige Woudersklasse en de nieuwe onderzeebootcapaciteit die komt, die kunnen dus allebei dezelfde afstanden, zonder terug te moeten vallen op die tussentijdse base. Overste Faber. Ja. Misschien moet ik uitleggen wat een forward operating base voor een onderzeeboot inhoudt. Bijvoorbeeld als we richting de Persische Golf varen, dan zullen we in Suda Bay in de Middellandse Zee eerst aanmonsteren bij zijn NATO-basis om daar nog even de laatste voorraden door te nemen. Vervolgens moeten we door het Suezkanaal, waar iedereen ons kan zien, omdat het kanaal niet diep genoeg is, kunnen we daar niet onder water. Dan weten we dat we in elk geval in de Rode Zee zitten. Wat we daarna gaan doen, dat is aan de inzet van die boot.
Voorzitter, ik snap allemaal hoe dat werkt, maar het is een beetje in contrast met natuurlijk het verhaal als je zegt de bedoeling is zo lang mogelijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Mijn vraag is, kunnen ze dezelfde afstand als de, is de intentie om dezelfde afstand te kunnen als de huidige Walrusklasse? De inzetambitie in die zin is voor Defensie niet veranderd ten opzichte van de Walrus zoals die is gesteld. Ja, de heer Bosman. Maar dan toch een verhelderende vraag, want in principe is de Walrus dan als inzet is 30 jaar geleden gemaakt. En als we dat soort inzet herhalen voor de komende 30 jaar, dan weten we zeker dat we in ieder geval nooit meer iets anders kunnen dan op die manier opereren. Dus belemmeren wij ons nu met een keuze die we 30 jaar geleden hebben gemaakt ten aanzien van de operatie van de inzet van de Walrus? Of zouden we nu moeten gaan nadenken van, hé, misschien is de komende 30 jaar wel heel veel anders en hebben we meer autonomie nodig in het gebruik van de onderzeeboot? Overste Faber. Laat ik beginnen dat de subvariant B een state-of-the-art onderzeeboot is. Dat is echt een top onderzeeboot. En die kun je gewoon niet vergelijken met de huidige Walrus, wat technologie van 40 jaar geleden is. We gaan daarmee echt een hele grote stap vooruit. Dank u wel. En de heer Steur was volgens mij nog bezig met beantwoording. Maar... Of waren de operationele vragen klaar? Voorzitter, dank u wel. Dan zal ik nog even de vragen van mevrouw Dix kort toelichten. Die waren ook al even in de toelichting aan de orde geweest. En dat ging met name over de technologie in China en wat dat eventueel zou betekenen als gevaar voor onderzeeërs. En ik heb daar kort aangegeven dat het in deze zin natuurlijk altijd een wapenwedloop betreft, waarin partijen elkaar proberen de loef af te steken. En dat wij als Nederlandse industrie, maar vooral ook onze onderzoeksinstituten daar veel kennis van hebben en daar ook mee bezig zijn en dat onderzoek blijven doen om eigenlijk vooruit te blijven lopen op onze eventuele tegenstanders van de toekomst. TNO nogmaals speelt hier een belangrijke rol in. En u stelde de vraag over de inlichtingenfunctie van onderzeeërs, of die niet minder relevant is geworden als we dat in oogschouw nemen met andere capaciteiten. En daar heb ik op geantwoord dat eigenlijk de kracht van het de onderzeebootcapaciteit zit met name in het stukje unobserved intel. Dus ergens aanwezig zijn, dikwijls zeer langdurig, om via sensoren het gebied in oogschouw te kunnen nemen, om te kijken wat er gebeurt, wat voor pattern of life er is, zonder dat een vijand weet dat we daar zijn. Om vervolgens ook zelfstandig die informatie te kunnen verwerken en dan te kijken of daar eventueel andere acties uit voort kunnen komen. Of daar nadere ISR behoefte ontstaat, of daar special forces aan boord land gebracht moet worden. Of dat er andere militaire effecten moeten bewerkstelligen die je met een onderzeebootcapaciteit kunt toepassen. Dus ook met satellieten kun je precies nagaan wat de banen van satellieten zijn. Dus een vijand kan ervoor kiezen om op het moment dat een satelliet overkomt of dat een vliegtuig of een ISR-platform overkomt, om op dat moment de activiteiten te stoppen. Dat wordt alleen een stuk lastiger als je niet weet dat daar een onderzeeboot onder de kust ligt. Misschien al wekenlang om dat gebied in de gaten te houden. Mevrouw Dix had nog een vraag hierover. Ja, want dank daarvoor. En ik had dan nog wel een vervolgvraag, want u zegt het is een wedloop in die zin, hè, van slimme technologie en innovatie. Dat begrijp ik, maar een van de belangrijke dingen natuurlijk bij een onderzeeboot is dat je niet weet dat die er is. Hè. Dat geeft u zelf ook aan. En op het moment dat die dus makkelijker gedetecteerd zou kunnen worden met nieuwe technologie, dan kan ik me voorstellen dat wij verwachten dat er iets wordt uitgevonden waardoor die toch weer onzichtbaar wordt of daar snel op zou kunnen reageren. Maar dat lijkt mij eerlijk gezegd wel een... dat zie ik persoonlijk nog even als een onoverkomelijk probleem. Dat de onzichtbaarheid van de onderzeeboot is nu zijn belangrijkste verdedigingswapen. Dus ik heb daar grote zorgen over op het moment dat landen technologie zouden ontwikkelen, waardoor die onzichtbaarheid van onderzeeboten feitelijk niet meer een asset is. Generaal-majoor Steur. En dat is goed dat we ons daar zorgen over maken, maar nogmaals, die ontwikkelingen volgen wij nauwgezet. En dat is bijvoorbeeld ook een van de eisen die opgenomen zijn in het pakket van eisen om een adequate bescherming tegen dat soort sensorontwikkelingen te hebben. Want daar zijn ook weer technieken voor om dat juist te voorkomen. Dus dat blijft altijd een kat-en-muisspel en wij denken dat wij de kat zijn.
Dank u wel. Dan waren er nog een aantal wat meer economische vragen. Ik weet niet wie die beantwoorden. Die neem ik zelf voor mijn rekening. Eerst nog de vraag van mevrouw Belhaai over de vergelijking met de F-35. Het zijn twee compleet andere wapensystemen. Maar als het gaat om de aansturing van zo'n project, daar zitten er heel veel gelijkenissen in. En zo hebben we bijvoorbeeld de hele governance van de F-35... hebben we één op één overgenomen op de onderzeeboot. Dus de onderzeebootberaad, we hebben een F-35-beraad, is hier een onderzeebootberaad. We hebben een ICG, een interdepartementaire coördinatiegroep, zowel bij de F-35 als bij de onderzeeboten. Dus we hebben daar geleerd, dat systeem heeft goed gewerkt, die organisatie heeft goed gewerkt en die hebben we gekopieerd. Dan had u het ook nog over wijzigingen. Dat was inderdaad een probleem bij de F-35, concurrency noemen ze dat daar. Ook deze onderzeeboot zal in de 30 jaar dat hij meegaat gaan wijzigen qua configuratie. Dat staat buiten kijf. Er zullen midlife updates komen, er zullen modificaties komen in meer of mindere mate. Maar hij zal veranderen en dat betekent dat de configuratie dus bijgehouden moet worden. Maar dat is niet vreemd, dat heeft ieder wapensysteem in zich, omdat ze zo ontzettend lang meegaan. Mevrouw Belhaai. Voorzitter, ja. Dat was niet helemaal mijn vraag. Het is natuurlijk een bijzondere onderzeebootcapaciteit, omdat het enerzijds van de plank is, anderzijds toch aanvullende behoeftes gesteld zijn en dus ook in een bepaalde mate aanvullende ontwikkelingen die gewenst zijn. Als je dat doet en dat wordt uitgewerkt, dan moet je dat op een gegeven moment gaan uitvoeren. En een van de cruciale elementen, omdat het off the shelf is en tegelijkertijd ontwikkelingsaspecten eraan zitten, zitten er juist in die ontwikkelingsfase heel veel risico's. Want als je niet goed met elkaar hebt afgesproken wat als het verkeerd wordt gemaakt en we hebben een half jaar vertraging, omdat we niet goed hebben afgesproken of degene die de tekening heeft gemaakt, de ingenieur, of degene die het uitvoert, verantwoordelijk is, dan ga je daar gigantisch veel problemen krijgen. En daarom vroeg ik, omdat het niet expliciet in de brief stond, hoe hebben jullie nagedacht over dit hele cruciale aspect bij zo'n complexe samenstelling of de shelves en tegelijkertijd ontwikkeling? Jullie Jong. Allereerst, voorzitter, mevrouw Belhaai heeft het over ontwikkelen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze onderzeeboot ontwikkeld gaat worden. Het is een bestaand military of the shelf onderzeeboot waar aanpassingen aan plaats moeten vinden. En aanpassingen zijn iets anders en minder ingrijpend dan ontwikkelingen. Dan ben ik even uw laatste toevoeging kwijt. De vraag is in welke mate jullie gesproken of nagedacht hebben over hoe je wil omgaan met de wijzigingen of tussentijdse fouten, laat ik het dan nog platter zeggen, die gecreëerd worden en de verantwoordelijkheden, inclusief de vertraging die je kunt krijgen, wat allerlei risico's met zich meebrengt, want we hebben eigenlijk geen tijd, allerlei financiële complicaties. Dus vandaar mijn vraag, maar anders stel ik hem wel gewoon via de schriftelijke vraag. De heer De Jong. Ik zal er nog één poging wagen voordat u schriftelijk gaat vragen stellen. Want die moeten wij namelijk ook weer beantwoorden. Kijk, op het moment dat een onderzeeboot gemodificeerd wordt, laat ik het dan maar zo noemen, dan wordt er natuurlijk weer een apart contract afgesloten met de leverancier. En in dat contract komt te staan welke prestaties die moet leveren en wat hij daarvoor terugkrijgt. En dat is het mechanisme waarmee je dit soort wijzigingen van de configuratie in hand houdt. Naast natuurlijk een hele organisatie, en dat is echt een immense organisatie, aan risicobeheersmaatregelen. Dat is heel essentieel. De ADR kijkt daar ook met argusogen naar. En dat is wezenlijk voor een goede projectvoering dat je een goed projectrisicobeheersingssysteem hebt. Dank u wel. Dan lagen er nog een aantal vragen volgens mij over economische baten en dat is de gouden driehoek van de heer Van Helvert. Van Helvert, die vroeg, wij weten dat de drie kandidaten bezig zijn met verschillende Nederlandse bedrijven te spreken over hun inbreng in het programma uiteindelijk. Daar hebben wij als opdrachtgever op dit moment nog geen voldoende inzicht in om daar een waardeoordeel over te vellen. Dat is te vroeg. We weten wel dat economische zaken en kwaliteit
houdt natuurlijk contact met deze leveranciers om dat proces te begeleiden. Maar het is te vroeg om in deze fase, dat kan pas in deze fase, een waardeoordeel te geven over de inbreng van de Nederlandse industrie bij de verschillende kandidaten. Dan heb ik ze volgens mij gehad, of niet? Sorry, ik kijk nog even naar Bosman, de Kamerleden. De heer Bosman. Over de meeste economische waarde. Want ik zit toch even te denken aan de verschillende varianten. Het is dus military off the shelf. Maar dan is de B-variant, dat zijn dus de Barracuda, de 212 en de A26. Dat zijn de B-varianten. Ja. De heer Diel? Oké. En de... Nee? Oh. Ik hoorde het niet zo eens. Overste Faber? Dat is niet correct, maar ik kan u daar helaas geen informatie over verstrekken. Dat is gerubriceerd. De heer Bosman? Ja, maar dan gaan we dus praten over verhoudingen ongeveer. Toch? Dan een B-variant versus een A-variant. Waar staat de A-variant procentueel qua kosten hoger dan de B-variant? En wat levert de A-variant op ten aanzien van economische ontwikkeling en kansen voor de Nederlandse industrie ten aanzien van de B-variant? Overste Faber. Over de kosten, wederom, is commercieel vertrouwelijke informatie. Kan ik hier geen uitspraak over doen in deze open zetting. We zijn nog met elkaar. Nee is ook een antwoord. Hè? Op dit moment zitten we gewoon te vroeg in het proces, zoals meneer de Jong net ook aangaf, om daadwerkelijk te bekijken van welk bedrijf kan welke input aanleveren binnen welk concept, wat zo dadelijk de kandidaatwerf aan ons gaat aanbieden. De essentie van de D-fase die in feite geraakt wordt, dus ook kijken naar deze aspecten. Uiteindelijk moet iedereen uitkomen op een B-variant. Klopt? Zeg ik het dan zo goed? Okay. Zijn alle vragen uit de eerste ronde beantwoord? Nee, we gaan nog een tweede rondje doen. Dus, maar dan, voor de wind, uw vraag is niet beantwoord. Ik had een vraag gesteld over die strategisch bezit of beschikbaarheid van de onderzeeër. En ook een vraag over het intellectual ownership. En bij de drie varianten, hoe het daarmee zit, het verkrijgen van het intellectual ownership. De heer De Jong of generaal-majoor De Jong? Dat, voordat ik mijn naamgenoot het woord geef, dat hangt af per land. Dus wij zullen met de landen waar de werven gesitueerd zijn, zullen we contact moeten op gaan nemen om te kijken wat we kunnen doen met de intellectual property rights. Over het algemeen zijn ze eigendom van het betrokken land en niet van de werf. Dus dat betekent dat we gewoon MOU's met die landen moeten gaan afsluiten om die intellectuele rechten naar ons toe te halen. Zo even heb ik op een vraag van meneer Bosman gezegd dat de beschikbaarheid het cruciale punt is. Dat is natuurlijk ook zo. Maar toen ik later nog eens nadacht over dat antwoord, er zijn natuurlijk wel bepaalde delen waarvan je zegt, nou, dat wil ik zelf in eigendom hebben. Daar wil ik niet afhankelijk zijn van een ander land. Om allerlei redenen, om allerlei moverende redenen. Ja. En zit daar dan verschillen in bij die drie aanbieders die we tot nu toe hebben? Ja, er zitten verschillen in. Ja. En ook niet alle rechten zijn van de werf. Je hebt ook vaak rechten die bij derden liggen. Dus daar kan de werf niet over oordelen of wij die krijgen. Die zullen we separaat met die derden moeten bespreken of we die rechten mogen hebben. Dat kan over het algemeen wel. Als je het maar voor betaalt. Maar dank u wel. Dit is wel van cruciaal belang dus. Ja, vandaar dat we zo hechten aan de 346, waarbij we dus die veiligheidsbelangen heel nadrukkelijk in de aanbesteding kunnen inbrengen. Wat je bij de normale ADV niet zo nadrukkelijk kunt. Ik wil niet zeggen dat je het helemaal niet kan, maar niet zo nadrukkelijk. Dat is echt een speerpunt. Naast de beste boot voor de beste prijs is dit een speerpunt. Dat we die rechten krijgen. Dank u wel. Ik kijk nog even naar de Kamerleden. Zijn er nog dringende vragen van de kant van de Kamer? De heer Bosman, even per vraag, dan kunnen we even kijken hoe ver we nog komen. Ja. De NAVO benoemt het ook een belangrijke capability. In hoeverre kan Nederland iets nieuws toevoegen aan die capability? Of als we iets kopen, is dat een vermeerdering van datgene wat we al hebben? Kijk even naar overste Faber.
Nee, generaal-majoor Steur. Als ik een wedervraag mag zeggen, een vermeerdering ten opzichte van wat? Van specifiek de onderzeebootcapaciteit of het bredere NATO-targets? Wat? Heer Bosman. Nee, bouwen wij een nieuw soort komt er een onderzeeboot met een unieke capability? Of is het gewoon een vermeerdering van datgene wat de Duitsers en de Fransen al leveren? Generaal-majoor Steur. Nou, ik denk dat dat ook in de vervolgfase aan bod zal komen. Maar ik denk dat overste Faber terecht al heeft gesteld dat als we kijken naar de capaciteit die we nu hebben, dat deze capaciteit een quantum leap forward zal zijn ten opzichte van die capaciteit die we nu op dit moment hebben. Dat is ook mede aanleiding voor de vervanging van deze capaciteit. En voor de rest, wat specifiek op basis van het concept of operations het pakket van eisen gaat zijn, daar kunnen we hier nog geen uitweiding over geven. Maar het wordt een uitstekende onderzeeboot. Quantum leap forward ten opzichte van de huidige walrusklasse. Dus het antwoord is ja. Dank u wel. Mevrouw Belhaai. Ja, voorzitter, ik heb nog een vraag over in welke mate bij de afweging iets nu al gezegd kan worden over wat nou belangrijkste is, dat ligt natuurlijk moeilijk. Maar iets kan qua aanschaf heel goedkoop zijn, maar qua onderhoud gigantisch duur. En om operationeel in te zetten nog veel duurder. Dus ik wil een beetje weten, hoe verhoudt zich dat nou? En denken we misschien, het is heel goedkoop, maar aan het einde zijn we veel duurder uit. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Generaal-majoor de Jong. Dat is de essentie van de D-fase, dat we daar, dat heb ik net geprobeerd te zeggen, dat we daar nadrukkelijk naar kijken. Dat we niet alleen maar naar de initiële aanschaf kijken, maar dat we echt ook kijken naar de totale levensduur. En dus ook die balans gaan zoeken van de totale lifecycle kost gaan hier een hele belangrijke rol spelen. Naast de aspecten, zoals net al genoemd, van de invulling van de DIS. Het wordt nog een hele puzzel. Mevrouw Belhaai. Maar voorzitter, in deze fase, dus bij het verzoek om inderdaad of een definitieve keuze te maken, doe je dat mede ook op basis van de specificaties die je zelf hebt vastgesteld. Jullie zeiden net, het zijn er een hoop. Maar ja, als je daar geen prioriteit in stelt, dan kan je in de D-fase daar wel weer aandacht aan besteden, maar dan ben je volgens mij feitelijk te laat. Dus waarom niet al in deze fase, in die specificaties, daar elementen inbrengen, zodat je in de D-fase uiteindelijk zo uitkomt zoals je ook graag wil. Generaal-majoor de Jong. In feite hebben we dat in de B-fase ook gedaan, maar de informatie is natuurlijk veel grofstoffelijker dan dat je die in de D-fase gaat ophalen. Dus we hebben ons nadrukkelijk ook echt gericht op de hele lifecycle kosten, op de hele levensduurkosten. Ook in de B-fase. Voor zover de informatie beschikbaar was natuurlijk. Dank u wel. Kijk ik nog even naar de resterende Kamerleden. De heer Voor de Wind. Even een vraag over die aanbestedingen dan uiteindelijk. In hoeverre kunnen de andere twee concurreren met Frankrijk, waarvan de betrokkenheid van de staat toch heel groot is? Hè? Frankrijk zou altijd, kijk naar de mijnenjagers, altijd onder de marktprijs kunnen aanbieden. In hoeverre geeft dat een gelijk speelveld met betrekking tot de Duitsers en de Zweden? Kijk of daar een antwoord op te geven is. De heer De Jong. Ja, het is een heel moeilijke vraag. Men noemt het ook wel staatssteun. En er zijn wel wat mechanismen natuurlijk. Kijk, we hebben onze eigen accountantsdienst die de offertes beoordelen. Waardoor je een oordeel kunt vellen hoe uiteindelijk zo'n prijs die aangeboden wordt tot stand is gekomen. En of daar sprake zijn van geldstromen die opeens uit vreemde hoeken komen. Maar ja, het is een risico. Het is een risico. Dank u wel. Dan de heer Van Helfert. Ja, dank u wel. Het antwoord op mijn vraag in eerste instantie was, het is nu nog te vroeg om er iets van te zeggen. Hè. Wie van die drie bedrijven is nu, van de aanbieders moet ik zeggen, is de meest Nederlandse, daarvoor is de meeste inbreng voor de Gouden Driehoek. Maar mijn vraag is dan wel, wat gaan we doen? Of hoe kunnen we vragen dat we wel zo snel mogelijk dat verschil boven water krijgen om ook zo snel mogelijk knock-outs te kunnen doen? Wat natuurlijk de achtergrond van de aanbieders is verschillend. We hebben staatsbedrijven die natuurlijk gebaat kunnen zijn bij een zo lang mogelijk traject. Je hebt ook gewoon private bedrijven, voor wie dat niet prettig is, als er heel lang wordt gewacht met een definitieve keuze. Dus hoe kunnen we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen? Wat voor vragen gaan we dan stellen? Kan dat vooraan in die D-fase of begint dat pas helemaal achteraan in die D-fase? Mag ik daar het woord over geven, de heer De Jong? In de presentatie van de generaal-majoor De Jong heeft hij uitdrukkelijk gesproken over knock-outs. En dat is absoluut de bedoeling, dat we dus niet wachten tot het einde van de D-fase, maar dat we reeds gedurende de D-fase, waar mogelijk en noodzakelijk, die knock-outs zullen gaan gebruiken. DIS is een heel belangrijke, de defensie-industrie-strategie is een heel belangrijke, en die zal ongetwijfeld gewogen worden.
Ja, kijk nog even naar mevrouw Dix en de heer Bosma heeft nog ook een korte vraag. Mevrouw Dix, nog een vraag? Ja, nou, ik keek ook even naar de tijd en ik heb denk ik eigenlijk voornamelijk politieke vragen. Dus daar zal ik u daar even... Daar moet u bij andere personen voor zijn. De heer Bosman? Ja, toch even voor de lifecycle kost. Daar komt de investering zit daarbij, toch? Lifecycle kost. Die smeer je over de hele zaak heen. Dus het zou kunnen zijn dat je, als je met een hele dure boot als investering hebt, maar je zou het kunnen, alternatief kunnen financieren, omdat de export capabilities beter worden en bedrijven daaraan mee gaan doen, dan gaat je lifecycle kost naar beneden. Klopt die redenatie? Generaal-majoor De Jong. Ik durf niet te zeggen, maar kijk naar mijn rechte buurvrouw die verstand heeft van geld. Maar volgens mij potentiële export telt niet mee in de lifecycle kost. Nee. Maar... Nou, misschien dat mevrouw Ik zal nog even specificeren. Want de heer Bosman. Als bedrijven geïnteresseerd zijn in het meefinancieren van de boot, omdat ze zeggen, ik heb zometeen een enorme markt, want die boot is zo goed, die wil iedereen hebben. Ik ben bereid om financieel risico te lopen en te investeren, maar dan bouw ik hem wel mee aan het buitenland. Daarmee zakt de prijs. Klopt bij redenatie. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Eikelboom? Nee? Ik laat hem als stelling staan. Daar wordt nog op teruggekomen. Ik kijk nog even naar de Kamerleden of er nog een laatste brandende vraag is. Er komt ook nog een feitelijke vragenronde natuurlijk. Nee, om belangrijk om te zeggen dat dit natuurlijk niet al onze vragen zijn en dat er nog vele vragen mogen komen. Nee, maar die indrukken hadden ze volgens mij ook niet. Dan wil ik iedereen bedanken. Dank voor uw komst hierheen en het beantwoorden van de vragen. En wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja.